Goedendag. Graag bespreek ik van je, vandaag met jullie de arresten van de Hoge Raad van Modehuis Nolly, in dit geval Modehuis Nolly 2 uit 1984. De arresten van de Hoge Raad over Modehuis Nolly hebben ertoe geleid dat het Damesmodehuis uit Zeist bij juristen misschien wel bekender is dan de Bijenkorf in Amsterdam. In deze video bespreek ik het Arrestmodehuis Nolly 2, dat gezien wordt als een van de voorlopers op het wettelijke vergoedingsrecht van artikel 87 van boek 1. Maar daarvoor is het van belang dat ik eerst kort inga op wat eraan voorafging, namelijk het Arrestmodehuis Nolly 1. De feiten. Partijen zijn in 1948 met elkaar gehuwd, met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Een koude uitsluiting dus. Destijds gold nog dat de vrouw tijdens het huwelijk handelingsonbekwaam was en dat de man ook de persoonlijke goederen van de vrouw bestuurde, tenzij het tegendeel was overeengekomen. Om die reden spraken partijen in hun huwelijkse voorwaarden af dat de vrouw het beheer en het genot over haar persoonlijke roerende en onroerende zaken, als ook het vrije genot van de vruchten en inkomsten ervan zou behouden voor haarzelf. De vrouw was destijds al eigenaresse van het modehuis. En bleef dat ook tijdens het huwelijk. De man ondersteunde de vrouw in haar onderneming en deed de administratie voor het modehuis. Van de inkomsten uit het modehuis heeft de man op enig moment ter belegging een aantal onroerende zaken aangekocht. Namelijk twee winkelpanden waar het modehuis in gevestigd was en het woonhuis van partijen. Hij deed dit in eigen naam en dus voor rekening van de vrouw. Om eventuele schuldeisers van de vrouw buiten de deur te houden als het slecht zou gaan met het modehuis, zijn deze panden ook ingeschreven in de openbare registers op naam van de man. Maar, zoals professor Nuitink ooit schreef, met het modehuis gaat het echter prima. Iets wat van het huwelijk van partijen niet gezegd kan worden. Partijen gaan uit elkaar en de echtscheidingsstrijd breekt los. De vrouw stelt zich kort gezegd op het standpunt dat de panden haar in eigendom toebehoren en dat deze door de man aan haar teruggeleverd dienen te worden. De man is het daarmee oneens. De eerste vraag die tussen partijen in het kader van de echtscheiding speelt was of de vrouw nu eigenaar was of de man zelf. Uit het arrest Modehuis Nolly 1. Volgt dat als uit de akte niet expliciet blijkt dat er sprake is geweest van vertegenwoordiging, de man simpelweg eigenaar is. De levering van een registergoed op grond van artikel 89 van boek 3 heeft tot gevolg dat degene aan wie het registergoed is geleverd eigenaar is geworden en dat het goed dus ook tot dienstvermogen behoort. Met andere woorden, de tenaamstelling prevaleert boven de financiering of eventuele andere bedoeling van partijen. Maar daarmee kwam in 1976 met het Modehuis Nolly 1 arrest na vier jaar procederen tot aan de Hoge Raad helaas nog geen einde aan de juridische strijd tussen dit echtpaar. De tweede vraag die namelijk nog beantwoord diende te worden was of de man gehouden was tot levering van de onroerende zaken aan de vrouw. De vrouw stelde immers dat de man als lasthebber van de vrouw de belegging van inkomsten uit haar Modehuis op zich heeft genomen. En dat hij in deze kwaliteit, maar op eigen naam, onroerende zaken heeft aangekocht met gelden van de vrouw, zodat deze uiteindelijk ook aan haar toe behoren. Voor de beantwoording van deze vraag heeft de Hoge Raad de zaak in het arrestmodohuis Nolly 1 terugverwezen naar een ander hof. Dit hof beslist dat de vrouw haar gelijk krijgt en dat haar vordering wordt toegewezen. De man is gehouden tot levering van de panden aan de vrouw. Op straffen van een dwangsom. Dit keer is de man het niet eens met de beslissing en opnieuw volgt cassatie. Uit het arrest Modehuis Nolly 2 volgt dan ook in 1984, na twaalf jaar procederen, eindelijk de beslissing dat de Hoge Raad het eens is met het oordeel van het Hof en dat uit de constructie van lastgeving de verplichting van de man voortvloeit om de onroerende zaken te leveren aan de vrouw. Kort samengevat volgt uit beide arresten dat de constructie mogelijk is waarbij gelden van de ene echtgenoot, in dit geval de vrouw, worden belegd in onroerende zaken van de andere echtgenoot, in dit geval de man. We noemen deze constructie ook wel de constructie van lastgeving, waarbij de vrouw dus de lastgever is en de man de lasthebber. Bij een dergelijke constructie blijven de onroerende zaken eigendom van de lasthebber, zolang de lastgever de onroerende zaken niet geleverd wenst te krijgen, door middel van overschrijving op eigen naam. Nu de vrouw bij uiteengaan te kennen heeft gegeven de zaken graag op haar eigen naam geleverd te willen krijgen, was de man daartoe ook gehouden. Gesteld zou dus in wezen kunnen worden dat uit Modehuis Nolly 1. Volgt dat de man goederenrechtelijk gezien de juridisch eigenaar is geworden van de onroerende zaken? En dat uit Modehuis Nolly 2 volgt dat verbindenisrechtelijk geldt dat de vrouw de economisch eigenaar is geworden van de onroerende zaken, waardoor de man ook gehouden is tot levering ervan aan de vrouw. Naar mijn mening doet deze uitspraak recht aan de huwelijkse voorwaarden van partijen van destijds, die immers een koude uitsluiting inhielden. Indien het de bedoeling van partijen was geweest om de inkomsten uit onderneming van de vrouw toe te laten komen aan de man, of om deze op wat voor manier dan ook te delen, dan hadden ze hier maar afspraken over moeten maken. Modehuis Nolly 2 wordt ook wel als voorloper op artikel 87 van boek 1 gezien. Zoals professor Verstappen ooit schreef, ligt in dit arrest namelijk besproken besloten de gedachte dat men door het ter beschikking stellen van gelden aan de andere echtgenoot een economisch belang verwerft in dat goed dat daarmee wordt aangeschaft. Een belangrijk verschil is echter dat de wettelijke regeling niet beoogt een aanspraak op het aangeschaft goed zelf te verschaffen. En zo is Modehuis Nolly 2 niet alleen bekend geworden om haar dameskleding, maar ook een juridische klassieker. Bedankt voor het luisteren.